even een overzicht geven. Dus deze eerste drie parameters hadden we besproken. Vrijgevigheid. Welke gewoonte overwinnen we daarmee? Onze gehechtheid aan de zaak. Mensen die vaak geven, hebben een zekere openheid. Die laten dingen graag los. Kunnen dingen makkelijk loslaten. Ik heb wel eens een man gezien. Dat was de vorige bewoner van het huis van mijn vader. Waar mijn vader is ingetrokken. En in dat huis waren er enorm veel alarminstallaties. Meer dan één. Het was niet eens een groot huis. Ik kon dan met z'n tweeën wonen hoogstens. Overal alarminstallaties. Het was echt. Toen mijn vader daar voor het eerst kwam wonen, was het echt. Je kon geen vinger beroeren, want er gingen allemaal alarmen aan. Sommige mensen zijn heel erg bang dat ze alles verliezen. De tijd van de Boeddha was er een man die was voorheen koning geweest. Koning, dat wil zeggen, plaatselijke koning. En die had een burcht in zijn bezit. En daar woonde hij. En telkens als hij opstond, telkens als voordat hij ging slapen, dacht hij telkens na over of er misschien wel inbrekers dit of dat zouden stelen. Of dat het kapot zou gaan, of dat kapot zou gaan. Soms moest hij nog even alle bewakers even controleren of ze allemaal op de juiste plaats stonden. En toen op een dag besloot hij monnik te worden. En de hele dag riep hij, oh wat een zaligheid, oh wat een zaligheid. Er was iemand die zei, volgens mij is die man die denkt nog steeds aan de tijd dat hij koning was. Sommige mensen hebben zo'n idee, een monnik die moet heel streng kijken en die mag niet gelukkig zijn. Dat is niet een nieuw idee, dat was in die tijd ook. Dus mensen zaten een beetje te hobbelen over deze monnik. Die altijd zei, oh wat een zaligheid, wat een zaligheid. Dacht ze, ja, dat kan niet goed zijn. Die zit vast aan onze oude vrouw te denken. Die ooit als koning heeft gehad. Zijn oude haren. En vervolgens dacht de Boeddha, nou de enige manier om deze roddels, om daar een einde aan te brengen, is deze man op het matje aan het water te roepen, zodat hij zichzelf kan verklaren. En de monnik die kwam en die zei, oh, sinds dat ik monnik ben is het zalig. Ik hoef niet meer al die bewakers te controleren, ik hoef niet meer bang te zijn dat mijn schatkist wordt beroofd. Ah, wat een zaligheid. Dus dat werd ook weer opgeklaard. Als we ons leven in dienst stellen van geven, dan kijken we ook anders naar dingen. Onze abt die heeft al gezegd, voor iemand die veel geeft in zijn leven, is alle dingen om zich heen, alle materiële zaken die hij of zij bezit, zijn middelen om goed te doen. Dat is ook een hele mooie. Door vrijgevigheid ontwikkelen we proviant. Dus doordat we geven, maken we onszelf tot iemand aan wie ook mensen willen geven. En daarmee krijg je dat je als het ware vrijgevigheid zichzelf ondersteunt. Omdat doordat je geeft, komen mensen graag jou opzoeken om ook jou te helpen, te steunen of te geven. Waardoor je ook weer makkelijker kunt geven. Begint zichzelf te ondersteunen. Vrijgevigheid, dat kun je dagelijks oefenen door elke dag wat te geven. Je kunt geven aan een goed doel, aan de armen, aan je vrienden. Een heleboel manieren om te geven. En als je niemand tegenkomt om iets aan te geven, dan kun je ook altijd dat geld opzij leggen voor een goed doel. Voilà. Ethisch leven, daar overwin je de gewoonte van slordigheid mee. Want je leert door een ethisch leven om de dingen oprecht en met aandacht te doen. Je ontwikkelt er menselijkheid mee.
Want het kenmerk van een mens, volgens het boeddhisme althans, is niet zozeer dat je altijd faalt, wat niet zo'n hele positieve definitie van menselijkheid is, maar meer dat je in staat bent tot humaniteit, dat je in staat bent tot menselijke waarde en het dierlijke in jezelf kan overwinnen. En dat is bijvoorbeeld, je kunt dat oefenen door elke dag naar de vijf sigla's te leven. We hebben hier eens in de zoveel tijd, we hebben een sigla-ceremonie, we hebben er net een gehad. Waarbij je geloofelijk kunt nemen om deze vijf sigla's op je te doen. Daar hoef je dus geen boeddhist voor te zijn of zo. Dat zijn gewoon principes die je kunnen helpen in je dagelijks leven. De derde paramie is verzaking. Verzaking, zoals ik al zei, is niet hoeft niet altijd een negatief woord te zijn. Waarmee we onze gehechtheid aan schoonheid, aan sensualiteit, aan het uiterlijke kunnen overwinnen. We ontwikkelen daarmee tijd. We hebben daardoor meer tijd. Ja. Omdat we minder tijd besteden aan oppervlakkigheden, hebben we meer tijd voor wat werkelijk betekenisvol is in het leven. Je kunt het bijvoorbeeld doen door nu en dan de acht sila's op je te nemen, zoals we dit weekend doen. Goed, dat was even een terugblik. Dan de paramie van wijsheid. De vergelijking is, ik had eigenlijk een fotootje van moeten laten zien, net als een monnik op aalmoezenronde gaat en geen huis dat eten aanbiedt voorbij gaat. Of het eten nu van een arm of een rijk iemand komt. Is iemand dat wel eens gezien? In Thailand of in andere Aziatisch land, wanneer er een aalmoezenronde is. Gisteren in de presentatie van onze stichting, onze VIP, was er ook een aalmoezenronde te zien. Dat hebben we een keer met een groep monniken hier ook gedaan. We hebben hier nu ook een maandelijks aalmoezenronde. In Leiden is maandelijks het enige nog wat je kunt doen. Je kunt het elke dag doen, maar dan heb je niemand die er gewend aan is aan die traditie. Maar het is een hele mooie traditie. En het mooie van aalmoezenronde is dat als monnik, dan oefen je ook iets. Het is een soort van eenvoud. Al het eten dat mensen geven, neem je. Dus als je naar een heel eenvoudig huis langs gaat, dan weet je, het eten zal niet zo heel goed zijn. Maar als je in een heel rijk huis langs gaat, dan weet je, het eten is wel goed. Ik weet van mezelf dat in de tijd dat ik nog in Thailand woonde, ik heb daar zo'n 10 jaar gewoond, en dat ik dan aalmoezenronde ging, en dan ging je soms wel omwisselen, er was dan een verzoek of er was ander. Dat de ene die naar die kant, naar die buurt ging en jij ging naar die buurt en dan was het soms wel, heb je dan in jezelf een beetje weerstand van, dat is eigenlijk wel een goede buurt, dat wil ik eigenlijk niet omwisselen. Dat is eigenlijk wel lekker eten. En dan moest je ineens naar een sloppenwijk. Maar dat bleek dan wel dat er meer werd gegeven. Dat is ook wel superwijk werd er meer gegeven in de rijke buurt. Dus één rijke buurt waar ik ging en dan moest je dan aanbellen. Dat was op verzoek. Nou, had iemand gevraagd, kunt u aanbellen, want anders word ik niet wakker. En de monnik, dat is echt heel tegen de traditie zin om aan te bellen bij iemand thuis. Maar goed, het was op verzoek. En dan belde je aan en dan kwam er een enorme hond naar buiten, die groet heel lang, niet zo vrolijk. En dan kwam er een vrouw naar buiten die tegen gaf en dat. En dan ging je weer verder en dan was er nog één huis. Er waren twee huizen die gaan. En allebei was het een klein beetje. En had je niet genoeg voor een maaltijd, moest je toch wat met anderen doen, moest je toch wat aan anderen vragen. En dan ging je naar een hele arme wijk en kwamen die kinderen die dan nauwelijks goede kleren hadden, die kwamen allemaal eten geven. Ja, we leven toch in een hele rare wereld.
monnik kies je niet. Dus je kunt ook niet kiezen van, nou, ik hou alleen maar van Sloppenwijk. Dat kan ook niet. Je kiest gewoon niet. Je gaat waar het nodig is voor de gemeenschap dat er iemand naartoe gaat van Amoezelronde. Of als je nu bijvoorbeeld in ik heb wel eens in Thailand een Indiër tegengekomen. In Nederland zeggen we een Indiaas iemand. Iemand uit India. Die gaf ons een enorme fles met geitenmelk. En dat was echt Indiaanse geitenmelk. Maar ja, als je het gewoon laat staan, dat is ook wel asociaal. Het is toch een beetje van drinken, een beetje bedankt. Dat is hoe je leert als monnik, om toch de vrijgevigheid van mensen te beantwoorden. En ook om het eenvoudige leven te leren. In de tijd van de Boeddha was er een monnik die zelfs een keer een eten van een melaats iemand ontving. Ja, we noemen het met de moderne term, een melaats iemand. Ja, iemand met een lepra. Een lepra-patiënt, een patiënt. En het verhaal ging dat tijdens dat hij iets gaf dat er een lichaamsdeel, een vinger in de aanwezigschaal viel. Dus het is een beetje een vergezocht verhaal. Maar het zou natuurlijk kunnen gebeurd zijn. En deze monnik die legde die vinger uit die schaal en die heeft het even opgegeven. Met het idee van mijn goede eigenschappen zullen me beschermen. Onafhankelijk van hygiëne. Mijn deugd zal me beschermen. Maar dat is mij nooit overkomen als iemand zich dat afvroeg. Net als een monnik op aanmoezenronde gaat en geen huis dat eten aanbiedt voorbijgaat, of het eten nu van een arm of rijk iemand komt, stelt de bodhisattva, of diegene die de paramis ontwikkelt, vragen aan de wijze en leert van hen waar die ook gaat. Dus je leert, je kunt natuurlijk van iedereen leren, maar de bodhisattva, of de persoon die de paramis ontwikkelt, zoekt wel de wijze uit. Maar het betekenis hier is dat een wijze een raar iemand kan zijn, of een rijk iemand. Dat een wijze misschien in een vervelend Thais dialect Engels praat. Maar toch zoek je hem op en je wil weten wat heeft deze man te vertellen, wat heeft deze man te vertellen. Een wijze, dat kan iemand zijn in vele gedaanten. Het kan ook zijn dat het een boek is dat best wel moeilijk te verteren is, bij het moeilijk door te komen. Maar het is een boek wat iets te betekenen heeft, dat iets te vertellen heeft. En dan ga je het lezen. Welke vorm, welke gedaante wijsheid kan worden gevonden, daar ga je heen. En het is niet alleen Google. Wijsheid, waar dat ook is, daar gaan we heen, daar gaan we kijken, dat gaan we lezen. Dat is het idee van de paramie van wijsheid. Het is een noodzaak om ook een zeker eigenschap te ontwikkelen, om onze paramies te verfijnen en te ontwikkelen. De gewoonte om altijd de verkeerde conclusies te trekken overwinnen we door wijsheid. Het idee van, we zijn, ik ben mensen die altijd de verkeerde conclusies trekken. Die altijd te snelle conclusies trekken. Of soms vanuit een boosheid, vanuit een eigen vertekende visie conclusies trekken. Dat leer je door wijsheid wat meer. Je leert door wijsheid wat meer ruimte jezelf te geven om na te denken. Zonder meteen te reageren. Goed na te denken en te concluderen wanneer we misschien te veel voor ingenomen zijn. En dan
soms een beetje een stapje naar achteren zitten te zetten of een stukje terug te gaan en zeggen van nou, nu moet ik eerst er nog eens over nadenken, want anders maak ik een verkeerde beslissing. Wijsheid is niet hetzelfde als informatie of kennis. Dat is ook wel belangrijk. Tegenwoordig zijn we heel erg geobsedeerd door informatie. Informatie gaat alle problemen in de wereld oplossen, dat is het motto. Maar heeft het wel daadwerkelijk gedaan? Is het zo dat de wereld wel steeds beter wordt door informatie? Er is op Google allerlei informatie beschikbaar. Je kunt heel snel met een paar paar woorden in te tikken, kun je allerlei informatie vinden. Maar is dat altijd zo nuttig? Er is een verschil tussen informatie en kennis. Kennis is informatie, daarmee bedoel ik informatie waarvan je de context kent, waarvan je informatie die je kunt gebruiken. Niet enkel data van zoveel getallen of zo, dat, maar informatie die je kunt gebruiken. Niet alleen maar van ik wil zoveel mogelijk informatie hebben, ik ben een informatie junkie, maar ook gewoon kijken van wat kun je gebruiken. Wat heb je daarvoor nodig in je leven? Daarentegen is wijsheid, is die kennis, dat is ook weer een deel van de kennis. Dus een deel van informatie is te gebruiken als kennis en een deel van de kennis is te gebruiken als wijsheid. Of daar kunnen we wijsheid van maken. Wat is wijsheid? Wat is het verschil tussen kennis en wijsheid? Wijsheid zou ik zeggen is kennis over hoe we ons leven leiden. Over hoe we ons leven leiden op een manier dat het goed is, dat het juist is, dat het mooi is, dat het leidt tot meer helderheid en zuiverheid in onszelf. Dus dat is wel belangrijk, want tegenwoordig leven we in zo'n informatiemaatschappij, dan denk je misschien de paramie van wijsheid, hoe is dat daar gerelateerd? Er zijn drie vormen van wijsheid in het boeddhisme. Dus wijsheid is kennis over het leven en de wereld, over hoe je leven op een goede manier leidt. En die wijsheid die kan komen van een reflectie. Bijvoorbeeld als je als kind, als je net geboren bent, heb je nog niet echt de tijd om boeken in te kijken of de mogelijkheid om boeken in te kijken, je kunt nog niet lezen. Maar zodra je je vingers in een stopcontact steekt, dan weet je meteen, oh, dit gaat niet goed. Dat is ook wijsheid op het niveau van je leven op een veilige, goede manier leiden. Maar later als je groter bent, dan leer je van boeken, leer je van het dagelijks leven. En hopelijk leer je iets meer dan alleen maar hoe de wereld in elkaar zit, maar je leert ook hoe je een goed leven leidt. Burger, hoe de burger van de samenleving. Maar er is een wijsheid die wat minder wordt benaderd in het dagelijks leven. En dat is wat we noemen de wijsheid van de roerloze geest. Wijsheid die ontstaat zodra we van binnen helder worden en stil, roerloos. Deze wijsheid noemen we in het boeddhisme ook wel jhana. Jhana. Ook wel gecombineerd met het woord visie. Sommige mensen vertalen het als schouwen. Wijsheid die ontstaat uit het zien in jezelf. En het is zo dat het in meditatie dus een soort van zien in jezelf dat iedereen kan ontwikkelen. Een soort van zien in jezelf. Sommige mensen hebben misschien nu en dan in meditatie wel eens vlagen van licht gezien. Die vlagen van licht die wijzen op een lichtbron in onszelf. Die diep in jezelf gevonden kan worden. En nu en dan zie je daar vlagen van. Sommige mensen die niet gemediteerd hebben, hebben soms wel eens vlagen van inzicht. Dus niet zozeer van licht, maar wel van inzicht. Die komen ook uit diezelfde bron van wijsheid van binnen. Maar dat komt met vlagen. Het is niet echt beheerst. We noemen dat soms diepere intuïtie, mystieke.
sommige mensen, zoals mysticus Ruisboek, die sprak over door het licht zien. Dat is heel vergelijkbaar. Deze kennis, diepere kennis, is de kennis in jezelf. En het is de kennis waarover wordt gesproken wanneer je het verhaal hoort van de Boeddha die zijn vorige levens kon zien. Misschien is het een beetje moeilijk voor te stellen, je vorige levens zien. Maar je hebt ook wel kinderen die hun vorige levens kunnen herinneren. Misschien een beetje ver gezocht voor sommige mensen. Maar het is wel makkelijker om je voor te stellen dat dan wanneer we binnen rustiger zijn, dat we ook beter ons verleden kunnen herinneren. Soms zijn we zo onrustig van geest dat we zelfs niet meer kunnen herinneren wat we vanochtend hebben gegeten. Maar als we rustiger worden, dan wordt het verleden en de toekomst duidelijker. Van binnen, de wijsheid van de roerloze geest is vaak veel correcter en preciezer dan de eerste twee. Maar niet getreurd. Het is wel heel moeilijk om de derde wijsheid te bereiken, weliswaar. Maar het is iets wat eigenlijk alleen weggelegd is voor meditatiemeesters, zoals we bijvoorbeeld hebben, die wijsheid heel duidelijk hadden bereikt in zichzelf. Maar deze wijsheid, kunnen we misschien niet meteen bereiken nu, maar er is wel een pad naartoe. En heel veel, niet alleen op Boerpatna, maar ook anderen hebben dat bereikt. En deze wijsheid, die is misschien een beetje ver, maar meditatie is ook wel in staat om de wijsheid die we hebben, dingen die we hebben geleerd in ons leven, die we hebben geleerd uit ervaring en geleerd van onze wijze vrienden, onze wijze leraren die we hebben gehad, om die ervaring, die kennis, beter te benutten. Door meditatie benutten we datgene wat we al weten beter. Net zoals een goede ladekast, waar je alles op het juiste, in de juiste lade opbergt. Zo ook, wanneer je regelmatig mediteert, zul je merken dat je kennis die je hebt, dat die beter te vinden is. Ja, als je een moderne vergelijking hebt, kun je het vergelijken met een zoeksysteem op de computer of op het internet, dat heel goed is, kun je makkelijk datgene vinden wat je zoekt. En zo ook de meditatie dat effect op je geest, op je bewustzijn. Wijsheid helpt ons dus om de verkeerde conclusies of te snelle conclusies om die niet te trekken of andere conclusies te trekken die correct zijn. Of ook de gewoonte om niet naar anderen te luisteren op te geven. En we ontwikkelen er wijze wegen mee. Daarmee bedoel ik dat we op een wijze manier goede daden leren doen. Je kunt het beoefenen op verschillende manieren. Elke dag mediteren is de beste manier. Je kunt het ook doen door Dhamma, wijsheid te bestuderen van leraren waarvan je het gevoel hebt die je inspireren op het goede en juiste pad en een wijze pad. Dan leer je over de boeken die zij hebben geschreven. Lees je zulke boeken. Ook ceremonies, dat is misschien een beetje ver gezocht, maar ceremonies kunnen ons ook helpen om wijsheid te ontwikkelen, omdat ceremonies vaak momenten aanbieden van reflectie. Bijvoorbeeld hebben we hier nu en dan ceremonies. Komende volgende week zondag hebben we de Maka Puja hier. En dat is een ceremonie van licht, die teken van de vrede staat. En ook een ceremonie is van waarbij de dag wordt herdacht dat de Boeddha officieel eigenlijk begon met het boeddhisme, met zijn leer in grotere kringen bekend te maken.
Maar het is een hele mooie dag van een hele mooie ceremonie van licht. Waarin we dan altijd in onze tempel ook gezamenlijk een soort van voornemen maken om meditatie naar de ganse wereld als een soort van innerlijke vrede uit te dragen. Dat zijn dus hele mooie momenten van reflectie en wijsheid ook.